gasten, Gamo's, welkom bij een nieuwe video. Er is echt een zieke update in Agario. Ik heb Agario best wel heel veel gespeeld. De laatste tijd heb ik het alleen niet heel vaak bij upgeload op mijn YouTube kanaal. Maar ik vind het nog steeds een leuk spel. En wat er nieuw is in Agario, is namelijk Battle Royale. Wat dat inhoudt, je hebt zeg maar een enorm grote map in Agario. En die wordt steeds kleiner en dan moet je gewoon proberen te overleven door anderen op te eten. Ik vind het een fucking geniaal iets. Echt heel baas. Dus we gaan het vandaag spelen. En als jullie zin hebben in deze video, smash allemaal een duimpje omhoog. Vergeet ook niet te abonneren natuurlijk als je dat nog niet hebt gedaan. En wil je deze game mode vaker zien op mijn YouTube kanaal? Ja, laat me even weten in de comments. Als de support goed is, dan ga ik het sowieso vaker doen. Wat je doet, je gaat je gewoon aanmelden voor een potje. Dan moeten er volgens mij 50 mensen in zitten. Daar moet je even op wachten. En als die 50 mensen erin zitten, dan kunnen we beginnen met spelen. Er zitten bijna 50 in. Ja, nu 50. Volgens mij gaan we nu beginnen. Ja, inderdaad, over 6 seconden gaan we starten. En dan zien jullie deze game worden. Het is echt heel baas. Ik heb net al één potje gedaan. Toen werd ik derde. Dus net geen eerste helaas. Dus ik hoop dat dat nu gaat gebeuren. Dat we nu wel zeg maar eerste gaan worden. Maar wat je moet eerst als aan het begin doen. Iedereen begint even klein. Is zorgen dat je zo snel mogelijk zoveel mogelijk van die dingetjes eet. Jullie zien rechtsonder. Zie je dus de map. En daar moet ik zo meteen in komen. Maar daar hebben we nog 2 minuten de tijd voor. Het werkt een beetje, het werkt gewoon hetzelfde als Fortnite. Alleen dan in Agario. En als je zeg maar de cirkel dan raakt met Agario, dan ga je uiteenklappen. En je wordt heel snel heel veel kleiner. Dus de kant, ja, dan ben je echt gewoon fucked. Je moet niet in de rode zone komen. Dan ben je echt genaaid. Maar ik ben tot nu toe nog niemand echt tegengekomen. Het komt ook omdat ik helemaal aan de zijkant van de map zit. Weet je wat, ik ga even spatie doen. Dan kan ik snelle dingen pakken. Dat is wel net zo chill. Want in het begin is het gewoon belangrijk om zo snel mogelijk even groot te worden. Oh nice, hier ligt veel stuk. Dan kan ik dat dan maar even pakken. Ja, dit gaat wel lekker. Waarom W is team? Je moet in deze game mode absoluut niet gaan teamen. Het zou in principe ook wel kunnen. Als je met z'n tweeën gaat teamen, maar ja, wie wordt dan eerste? Dat is dan de vraag. Dan ben je altijd, blijf je gewoon met z'n tweeën. En dat is ook wel fucked up. Hoeveel zijn er? Er zijn nog 31 levend. Zullen we Bulgarië proberen op te eten? Nee, dat gaat niet lukken helaas. Maar ik heb nog niemand echt gezien die kan opeten. Dat komt natuurlijk ook omdat iedereen even klein begint. Oeh, die Maya die is wel redelijk klein. Ik denk, ja, ben ik net niet groot genoeg voor om die op te eten door spatie te drukken. Dan moet je, ja, nu wel. Oké, dankjewel. Wat was dat stom van hem, zeg. Dit is absoluut geen game mode dat je moet teamen. En oh, shit, net niet op kunnen eten. Oh, jij hebt echt mazzel. Maar ik ben wel redelijk groot, dus dat is wel chill. Moet wel even uitkijken voor Germany. Niet dat hij mij gaat opeten. En over 35 seconden wordt de map klein. Hier ligt trouwens wel echt super veel stuff. Dus dat is op zich wel chill. Dan kunnen we dat even pakken. En dan denk ik dat ik wel een van de grotere ben momenteel. Weet ik natuurlijk niet helemaal zeker. In ieder geval, ik heb nog niemand gezien die momenteel groter is dan wat ik ben. En ik heb één iemand. Oh, daar is wel echt een groot iemand. Yo, maar ik denk als ik zo meteen allemaal in elkaar ga, dat ik ongeveer even groot ben. Ja, inderdaad. Dan ben ik inderdaad even groot. Maar ja, daar heb ik momenteel niet zoveel aan. We gaan even op zoek naar een kleinere iemand. Yo, daarboven. Zag je super veel kleine stukjes? Ik heb alleen geen idee waar die heen is gegaan. Daar is die. We gaan eens kijken of we die te pakken kunnen krijgen. Dat zou heel nice zijn. Dat zou echt sick zijn als dat gaat lukken. Oh, daar is die. Oh, hij gaat de hele tijd weg. Dat is super irritant. En nu komt de rode cirkel. Ja, jullie zien de cirkel nu tevoorschijn komen. Dus ik moet ook wel een beetje uitkijken. Niet dat ik in een rode gebied ga komen. Dus ik blijf een beetje aan de zijkant. Ja, dan laat ik die kerel maar even zitten voor wat het is. Die is sowieso zo meteen in het rode gebied. En dat wil ik niet zijn, want dan word je heel snel heel veel kleiner. En dat moet je niet hebben. Maar oh, daar is die weer. Volgens mij eet hij allemaal van die dingen op. Weet je wat? Ik doe gewoon even 2 keer spatie. Bam, 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 bam. Nog een keer spatie. En nice, dan hebben we hem opgegeten. Ja, kijk, nice. Nu ben ik wel heel veel kleine stukken. Het voordeel nu wel is dat ik deze virussen kan opeten. Oeh, dat ging niet heel lekker. Ja, nu kan ik ze wel eten. Kijk, dan word je echt super snel, super veel groter. Holy shit, ik ben nu echt groot. Nu is de kans dat ik ga winnen wel redelijk aanwezig. Ik moet alleen nu wel zorgen dat ik niemand ga tegenkomen. Anders ben ik wel echt gefuckt. Maar het was wel even nice dat we die gele kerel net helemaal opaten. Dit gaat echt lekker, man. Dit gaat echt lekker. Ik heb het zo'n idee dat we dit wel kunnen winnen. Alhoewel zijn er nog steeds 20 mensen over. Maar de cirkel zal wel een stuk kleiner. Check hoe ziek huge ik ben, jongen. Voor deze game mode ben ik echt heel groot. Ik heb gewoon al 1200 als scoren. Dat is gewoon als je normaal speelt al bijna groot. Moet je nagaan als je deze game mode speelt. We gaan nu alvast een beetje richting het gebied waar we zo meteen heen moeten. Want de map wordt in 40 seconden weer wat kleiner. Deze kerel wil ik wel eten. Kom to daddy. Kom, 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 kom hier. Ik wil je eten. Weet je wat? Ik ga dubbel spatie. Bam, bam. Yes, die hebben we ook te pakken. Nou, er is weer iemand opgegeten. Moeten we even zorgen dat ik in het goede gebied blijf.
Ja, we zitten nu binnen de cirkels, dus dit is goed. Ik ga nu niet meer van die virussen eten, want dat is wel... Het is een risico, je wordt er wel snel groter door. Maar het is wel echt een risico en ik ben momenteel niet bereid om dat risico te nemen. Dus ik blijf nu gewoon lekker safe in het gebied en er zijn nog 15 mensen over. Dit is echt zo'n nice game mode, jongen. Dit is niet normaal. En eigenlijk, om eerlijk te zijn, ben ik best wel een Agario no-lifer. Voor de echte kennis in Agario, die skin die ik heb, daar ben ik zeg maar level 2 mee of zo. Het was ontiegelijk veel werk om dat voor elkaar te krijgen. Ik zie trouwens allemaal mensen hier zo in het midden. We gaan even kijken of we hier wat kills kunnen maken. We gaan die Jumbo-fan opeten. Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Hoppatee, die ook nog eten. Nice. Ik ben echt ziek huge. Holy shit, oké. Ik ben echt het allergrootste. Dit moet ik wel kunnen winnen, zou ik denken. Dark Angel, gaat die ding van mij opeten? Nee, dat lukt hem net niet. Oké, dat is chill. Dan hoef ik me daar ook geen zorgen over te maken. Oh, yo, de map wordt nu trouwens wel echt heel klein. Ik moet nu wel even snel weer in elkaar gaan. Op het eind wordt de map trouwens echt heel snel heel veel kleiner. Dat is echt niet normaal. Dog? Nee, ga niet meer dingen eten. Nee, Dog. Nee, doe het niet. Wat ga je doen? We gaan hier even zo naar beneden. Oh, die Dog is wel echt irritant. Oké, nice. Dan kan ik die daarop eten. En, oh, dit ziet er goed uit. Oh, nu wordt de map echt ontiegelijk snel klein. What the fuck is dit? Nee, als ik nu in elkaar ga, heb ik gewoon gewonnen. Als ik nu niet in elkaar ga, dan weet ik niet of ik ga winnen. Oh, yo, dit is echt spannend. Ik ben misschien bijna gefukt. Als de map nu kleiner wordt, dan ben ik echt gefukt. Kom op, ga in elkaar. Als ik in elkaar ga, heb ik gewoon gewonnen. Maar het gaat zo spannend worden. Ik ben in ieder geval in de top 3 en ik ben niet in elkaar gegaan. Oh, dat is zo fucked. Omdat ik 2 stukken was, ging ik als eerst kapot natuurlijk. Oh, als ik in elkaar was gegaan, had ik gewoon gewonnen. Nu ben ik 3e geworden. Oh, dit is echt heel zuur. Oké, we zijn weer begonnen. Dan moet ik nu dus even weer snel groot worden. Dat is de bedoeling. Oh, ik ben dus 2 keer 3e geworden achter elkaar. Dat is echt heel frustrerend. Op het eind moet je gewoon zorgen dat je zeg maar in één groot stuk bent. Als je in meerdere stukken bent, ben je sowieso gefuckt. Dus dat is wel een leerpunt voor mij voor nu. Dan moet ik dat nu eigenlijk gaan doen. Zorgen dat ik in ieder geval 1 stuk ben in plaats van 2 stukken aan het eind. Maar dan moet je wel echt ziek goed voor timen. Maar kom op, ik wil even mensen tegenkomen die ik kan opeten. Dat zou eventjes chill zijn. Er zijn nu al 7 mensen dood. Dat is wel echt sick. Hoe krijg je dat voor elkaar om zo snel af te gaan? Dan ben je best wel noob in Agario. Want zo extreem ultra moeilijk spel is het ook weer niet. Maar ja, ik moet wel zeggen, je krijgt in de loop van de tijd wel echt skills. Je wordt langzamerhand wel beter. Zal even spatie doen, dan kan je wel sneller opeten. Holy shit, die wil ik eten hier. Nice. Oké, dan moet ik nu wel uitkijken dat die kerel mij niet gaat eten. Die mag mij ook niet eten. Dit heb ik redelijk lekker ontweken. Oké, nice. Ja, dit heb ik goed ontweken. En dan ben ik al wel redelijk een stuk groot geworden, dus dat is wel chill. Was een risicootje, maar het was het risico uiteindelijk waard. Ja, omdat ik natuurlijk niet ben opgegeten. Oh, nu moet ik uitkijken. Dat doet hij inderdaad weer spatie. Nu heeft hij een probleem, want als ik zo in elkaar ga, dan kan ik hem opeten. Dus ik blijf een beetje bij hem in de buurt. Ja, kom op. Alsjeblieft, kom hier. Zou ik hem kunnen opeten als ik nu spatie doe? Ik denk het wel. Ja, nice. Oh, nu ben ik in één keer ziek groot. Ik dacht, ik probeer het maar. Het zou net wel of net niet lukken. En uiteindelijk net wel. Dan ben ik denk ik... Oh, what the fuck? Ik dacht dat hij mij niet kon eten. Of is het in deze game mode dat je iemand sneller kan opeten? Want ik dacht dat hij niet... Want dat hij ongeveer even groot was als wat ik was. Oké, nice. Hier heb ik in ieder geval weer iemand gegeten. We zijn gelukkig weer wat steuner groter. Zonder van dat stukje van net. Dat had niet hoeven gebeuren. Weet je wat, ik ga wel even wat virussen eten. Oh nee, trouwens niet. Ik zie daar net een groot iemand voorbij komen. Ik dacht dat ik lekker rustig hier zat, maar dat valt een beetje tegen. Dus we gaan dat eventjes maar niet doen. Victory Royale! Nou, jij gaat niet winnen, jongen. Ik ga winnen. In ieder geval, dat hoop ik. Dat zou nice zijn, natuurlijk. En de rode zone komt nu weer tevoorschijn. En tot nu toe gaat het weer dikke prima. Dus ik hoop dat we dit padje wel gewoon kunnen winnen. Kom op. Als ik nu in elkaar ga, dan kan ik die Victory Royale eten. Dus beter ga ik in elkaar en dat doe ik inderdaad. En dan is Victory Royale nu dood. We gaan Bulgarië ook even eten. Wat? Dan is die ook dood. Hoppakee, dan hebben we nu alweer een paar mensen opgegeten. Ik heb niet echt bijgehouden hoeveel mensen we hebben opgegeten. Maar het gaat op zich wel lekker. Ik heb veel meer mensen gekild dan mensen mij hebben gekild. Wat natuurlijk ook logisch is, want ik ben maar 1 keer dood gegaan tot nu toe. En ik hoop dat dat ook blijft. Ik hoop dat ik dit potje helemaal niet doodga en dat we gewoon weten te winnen. Ik weet trouwens niet hoe ze dit uiteindelijk willen gaan doen. Ik denk dat het uiteindelijk misschien wel wat anders moet op het eind. Want op het eind is het gewoon, dan is het gewoon ook redelijk veel mazzel hebben. En dat vind ik wel dat ze dat moeten veranderen, de makers van Agario. Dat je iets meer skills nodig hebt om te winnen ofzo. Desnoods doe je wat meer virussen ofzo. Ik weet niet precies hoe je het kan doen, maar
Het is momenteel op het eind nog redelijk mazzel hebben. Zoals net, ik was in 4 stukken, dan ben ik gewoon echt gewoon gefukt. Daar zijn redelijk wat grote mensen. Grote bolletjes. Die Frans. Oh, die gaat nu net weg. Oké, nou, dat heeft hij wel goed gedaan. Want daardoor kan ik hem niet meer eten. We gaan hier gewoon even in het midden blijven. Gaan we even kijken of iemand kunnen eten. Want de cirkel wordt nu natuurlijk redelijk snel een stuk kleiner. Daar is een redelijk groot iemand. Werkt hij nu samen met iemand of leek dat zo? Ik weet niet, hij werd opeens wel een stuk kleiner. Ja, hij werkt inderdaad samen, maar volgens mij is de teamgenoot nu dood. Dus dat is op zich wel chill. Oh, er zijn nog heel redelijk wat mensen. Oh, wat de fuck doet die hello? Nee! Oké, dan kan ik misschien die kerel daar eten. Die hoks. Ja, deze kerel. Oh, nice. Oh, shit. Oké, kijk, dan gebeurt er dus als je in de rode zone bent. Holy shit, oké, maar ik heb daar weer iemand gegeten. Oh, shit. Wegwezen. Oké, nou, uiteindelijk ben ik er helemaal niks mee opgeschoten. Maar daarom mag je dus niet in een rode zone komen. Je klapt in één keer uit elkaar. Plus, je wordt in één keer een stuk kleiner. En dat is wel een risico. Maar het gaat tot nu toe wel weer prima. We zijn bij de laatste 15. Bij de laatste 14. Bij de laatste 13. Oh, joh, nu gaat het op zich wel redelijk snel. Zullen we hier even spatie doen? Ja, oh, shit. Oh, nu ben ik een stuk kleiner. Oh, nee. Ik was net iets later als wat hij was. Ik leef nog wel, maar dit gaat wel heel lastig worden om dit nog te winnen. Ik denk haast niet meer dat het me gaat lukken. Uitkijken. Nee. Ga niet spatie doen voor mij. Alsjeblieft, geen spatie. Hoe ga ik dit fixen? Oké, daar is iemand kapot gegaan. Oké, holy shit. Dit wordt... Oh shit. Ik ben nog één klein stukje. Hoe kan ik dit overleven? We gaan even hierheen. Oh, ik leef nog wel gewoon. Dat is wel ziek. Oh, dan word je echt heel snel. Kijk dan. Ja, als je helemaal uit in die zone bent, dan ben je echt zo snel dood. We zijn nu 50 geworden. 1 keer 3, 1 keer 5. Maar dan laat ik hierbij voor deze video. Als jullie dus willen dat ik dit vaker ga spelen, laat me even weten in de comments. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!